Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Sound of the Attic podcast. Vandaag in de zetel, op het eerste zicht, drie volslagen onbekenden, maar voor mij persoonlijke helden. De eerste, oprichter. De tweede, algemene mentor. En de derde, verantwoordelijk voor mijn visie op de wereld. Twee van de drie nog steeds actief en hopelijk alle drie boordevol verhalen. Uit hardcore stad Ieper, Jan Klaus, Stephen Quintens en Bert Aket van het legendarische DIY Art Fortenvis Ieper. Welkom. Yo. Hallo. Hoe is het met je onder? Ik ben zelf al tegen mijn eigen scheen aan het schoppen, maar zoveel mogelijk in het algemeen Nederlands proberen te praten. We gaan dat proberen. Dompie had dat grandioos verkakt. West-Vlaams is dat tolle. Het is dat. Ik ken een iets wat publiek in de Limburg en in het Oost-Vlaams en hier in het Antwerpse. Dus iedereen naar Chantal en Beverhem en eigen kweek gezien. Het zal wel lukken, zeker. Ja. Doran kan ondertitels voorzien. Doran zit niet in de opname. Dus jij hebt nu de derde wand er, bro. Of de vierde wand. Alright. We gaan beginnen bij de oprichting van Fortenvis. Ik veronderstel dat Jan de enige was die bij de groep oprichters zat. Hè? Onder andere ook Tim de Nuts. Ja, die hier zit, bedoel ik. Die hier zit, ja. Ja. En van waar kwam het idee, Jan, om een vereniging op te richten? Of waar is het idee geboren? Dat is eigenlijk een lange aanloop geweest in de jaren 80. Ieper was een heel conservatief nest. En halverwege de jaren 80 zijn we bijna te gaan naar de Smurfpunks-concerten die in Aalst werden georganiseerd. En daar hebben we eigenlijk een beetje de inspiratie op gedaan. Het was ook zo dat we toen op zoek waren naar repetitielokalen met gelijkgezinden. Mm-hmm. Op een bepaald moment hadden we zoiets van, ja, de ene wilde repetitielokalen, de anderen wilden een ontmoetingscentrum, nog een andere wilden een bar hebben. Ja, dat kwam allemaal een beetje samen in een ontmoetingscentrum. En het is niet dat er al de repetitieruimtes van de stad aanwezig waren? Nee, totaal niet. Het was een parochiezaaltje, het was in een oude kerk. Ja. Dus dan had je nog een kapelletje op. Ja, bij Bellewaerde zeker. Bij Bellewaerde repeteren. Ja, waar nu een oorlogsmuseum is. Ja. Maar toen was er nog geen sprake van Fortenvis? Toen was er nog geen sprake van Fortenvis. Dat is eigenlijk... Ik op een namiddag, deze middagpauzebeurt, het VT van Poperingen. Toen ik en Patrick Cherchy daarover begonnen te praten. Maar we zouden toch zelf iets moeten hebben. En ja, zo is het idee ontstaan om met een bar te beginnen. Er stond toen een bar leeg op de Kiekenmarkt. Daarvoor waren er twee hardrockcafés geweest. Mm-hmm. En dus zeiden we, ja, we gaan erop aan. Eigenlijk waren we ergens aan begonnen waarvan we niet wisten waar we gingen geraken. Mm-hmm. Want totaal geen idee waar we gingen naartoe gaan. Maar wat was die ambitie? De ambitie was eigenlijk een ontmoetingscentrum. Ja. We zijn begonnen als autonoom jongerencentrum. Dat was geïnspireerd op de Zwitserse autonome jugendcentrums. En ja, dat was eigenlijk een beetje daarop geïnspireerd. Was deels punk, de punk-idee, deels ideeën van de kraakbeweging. Ja. Alright. Dus wel gecombineerd met de West-Vlaamse DIY-mentaliteit. Ja, dat is al heel erg open-minded voor het conservatieve Ieper in de late 80's. Hè? Ja, dat hebben ze ook proberen... ze hebben dat ook proberen gesloten te krijgen, om ons proberen kapot te krijgen. Op een bepaald moment, op 1 april 1990, hebben we de onafhankelijkheid van de Republiek Fortenvis uitgeroepen, waarbij we zowel... Ons zowel van Vlaanderen als van België onafhankelijk verklaren. Maar wel een muntunie, hè? We hebben wel een economische unie en een muntunie bewaard, België, omdat de brouwerij in België was. Op een bepaald moment hebben we zelfs ons eigen geld uitgegeven, de Fortenvis-frank. Uh-huh. Naast de Belgische frank en de Luxemburgse frank. En dat waren zelfgemaakte biljetten. En daarmee kon je drank kopen, kon je aan trays betalen. Dat werd eigenlijk gegeven aan medewerkers en aan bands. Huh, tof. En dat werd niet gedekt door een houtvoorraad, maar door de biervoorraad in onze kelder. Ja, hoe meer bier dat er in de kelder stond, hoe minder dat geld wijd was. Ja, zoiets. Ja, tof. Ik heb, geloof ik, van die biljetten gezien. En dat waren biljetten met vissen in de vorm van penis, nee?
Onder andere. Onder andere, ja. Artworken van David Stubbe. Ja, prachtig, prachtig, prachtig. En toen dat een café was, of toen het café is begonnen, toen is Stef in de picture gekomen. Ik kende Jan eigenlijk al van in de Sterrenclub. Mm-hmm. Jan vertelde van een paar maanden ervoor hadden ze de VZ2 opgericht. Toen zijn ze wat de openingen doen, het weekend van de rally in 89. We zijn toen met Jan Sterrenclub naartoe gegaan. Het worden er ook een paar, Karltje van Dalen en nog een paar anderen. Johan de Wanker, die zat er toen ook al zeker van het begin. Die zat er al van bij, was een van de stichters. Zat ook in de Sterrenclub. Ik ken dat toch wekelijks, ben gewoon kwart toen een hartje van 16. Hè. En een paar maanden later was ik ook medewerker, omdat eigenlijk niemand dan die graag het technische werk deed. En ik deed dat toch in de tijd. Mm-hmm. En heb je was gedaan. Het was een verhoudering. Ah, zet je bie. Mm-hmm. Ik hoorde toen ook. En Bruno is zeker ook. En Bruno was er ook, was ook een van de stichters. Ja. Bruno was ook iemand die meeging naar de Smurfpunk concert. Bruno ging ook mee naar de Smurfpunks. Ja. Ik hebben we daar een beetje de inspiratie op dan. Bruno legde daar contacten met bands. Ja, en de Voorten is zo wat gelijk opgestart met de Pits, dacht ik. Of was het een jaar de later? De Pits en de 4AD waren een jaar eerder gekomen. Ja. En is de 4AD, was dat ook als zo'n alternatief centrum ja, opgericht? Ja, wel. Dus, 4AD was meer wat naar New Wave van experimental gericht. Pits meer naar punkrock en de Voorten meer naar hardcore. Dus eigenlijk waren we drie alternatieve concertorganisatoren in het zuiden van West-Vlaanderen. Allemaal op 20 minuten van elkaar. Ja, die eigenlijk min of meer op hetzelfde moment begonnen waren. Amai. Sterk. Eigenlijk zou ik de Pits ook nog moeten inviteren. Ah. Had je kunnen dromen, gelijk wie, hè? Had je kunnen dromen dat het ooit ging worden wat dat nu is? Met het gebouw, alles erop en eraan, middelen? Nee, dat hadden we niet kunnen dromen. Eigenlijk hebben we van dag tot dag georganiseerd. Mm-hmm. En omdat we het gebouw huurden en niet in bezit hadden, ja, hadden we ook geen zo'n lange termijn plannen. We wilden wel graag een eigen gebouw hebben, zodat we onafhankelijk waren van een eigen... Een gebouw die van jezelf is, dat is eigenlijk je vrijheid, dat is je onafhankelijkheid. En strookte dat dan niet met... Was dat niet zo wat tegen het principe van de kraakbeweging, van eigendom is diefstal? Is diefstal. In zekere zin wel, maar langs de andere kant, we moeten het doen met... Dat is waar. In de samenleving waarin we zijn. En, Maar je moet ook kijken welke stad of regio. En veel kraakpanden bestaan ondertussen niet meer. Hmm. Nu, er waren ook heel veel klanten die dachten dat de Voorten een kraakpand was. Maar het leek wel op dat was van een krot. Ja. Er waren kraakpanden met betere voorziening. Eigenlijk wel. Dat lag een beetje aan een deel publiek, maar ook een deel dat er boven ook nog een brand geweest. Want het eerste moment, het eerste half jaar of jaar, ja, allemaal denk ik beboven die. Dat allemaal niet, hè. Dat bovenverdiep hadden alleen het gelijkvloer. Het is maar pas enkele jaar later dat we het volledige gebouw konden. Het was een soort van huisjesmelker, het was een tussenpersoon. Ja, het was met een huisbaas als tussenpersoon. Ja. En die liet meisje naar boven slapen, die reclameerde iedere keer. Maar ook, ja, toen en achteraf de repetitielokaal ontstaan, ik hem dat boven houden. Of goed, eerst was het in het café repeteren voor sommige bands. En toen hebben we boven daar 2-3 lokaal kunnen steken, waar ze het open zaten. En we zitten in het Hey 1000 segment met de podcast. Zijn er bands die toen op dat moment in de Voorten repeteren? Lifecycle. Lifecycle heeft daar op het einde gerepeteerd. Spirit of Youth, als ik me niet vergis. Congress heeft ook nog gerepeteerd. Ik denk niet dat ze daar gerepeteerden, maar zeker weet ik het niet. Maar van Spirit of Youth wist ik het wel. Dompie had gezegd dat ze ook optraden in de Voorten, omdat ze eigenlijk gewoon van boven naar beneden moesten verhuizen. Dat was ook een soort jaar. En Benoit was dan ook juist lid geworden. Benoit is ook redelijk groot. Meter 90 land dus. Dompie en zijn broer ook want om er vele matinees worden. We hadden dan ook medewerker aan Benoit. Ja, al die strijders, dat is allemaal een meter en hoofd. Ja, dat waren toch hartjes van 14 peisken, was Dompje in het begin dat kwam dan voor. Mm-hmm.
Alright, Doran, duw ik er op spatie, jij wilt. Sorry, hier moesten we even pauzeren door een dubbele boeking die ik uit het oog verloren was. 10 minuutjes later zijn we gewoon terug kunnen beginnen opnemen. Sorry voor het ongemak, geniet ervan. Alright, sorry voor de onderbreking, ik had een dubbele boeking. Dat is opgelost, mijn vrouw is dat aan het afhandelen. Dank u, de allerbeste vrouw ter wereld. Stef, je had het over Benoit, die de 14-jarige Stredet Kids zag binnenkomen en dat maar een raar volkje vond. Maar raar, een volk. Raar, grappig. En hij grappig snotneusvolk. Ja, vooral dat peisje. Ja. Ik kwam ook mee aan bestaan. En soms ja, liep dat Benoit, keek op 2 meter hoogte. En ze er ja, met een hoofd. Dus ja, achter een toog, pots, tegen elkaar. Volgens mij of meer dat zo. En toen hebben ze ja, verder en verder begonnen te repeteren, veel uptrains, maar de repetitie is dan ook het voordeel. Allemaal voor een matinee show op zondag. En het was geen groep die oftewel een onderdeel van de drum die mij had. Ah, mogen we dat alleen van jou? Ja, ga je naast een keer mogen, we er mogen naast een keer ook uptrainen. Ah, ja. Ja, tof, tof. Het was een beetje ik doe iets voor jullie en jij doet iets terug voor mij. Ja, maar ik vind dat dat ook bij dit do-it-yourself-principes hoort. Dat wordt eigenlijk gewoon in zijn vaandel draagt. En een heel deel van de hardcore ook, vermoed ik. Of hoop ik. Ja, ook al wel een indruk dat dat weer is, dat de DIY... nu vooral eigenlijk, met de technologie die we hebben... ik heb ook mijn eigen opnamemateriaal. Ik kan in principe, moest ik wel een demo opnemen... Dat moet al niet meer via grote studio's gebeuren en er moet echt geen zwaar budget meer in kruipen. Met de huidige technologie is het veel gemakkelijker om DIY dingen op te nemen, te organiseren. Wat een grote voordeel, ik weet nog heel begin. Ja, als je een groep graag hoorde, moest een postbrief zijn om zoveel baasje francs in de enveloppen steken of dollars. En vragen en toen 2 maanden later of 4 maanden later kreeg je opeens je cassetje. Van, wow, kan het er wel nu, ja. Dat postorder. Ja. Ja, dat ging allemaal in volle vertrouwen. Je zond je geld eigenlijk gewoon via de post op. En je moest er maar op vertrouwen dat je dat ging terugkrijgen. En bijna altijd kreeg je dat wel terug. Het is ook zo, die cassettes van toen, dat waren kopies van kopies van kopies. En en eigenlijk zelfs de slechtste mp3's van vandaag hebben een betere geluidskwaliteit dan die cassettes van toen. Maar ja, toen wisten mensen van iets beter en ja, ze vonden dat fantastisch. Maar als ik dat nu vandaag opnieuw beluisterde, dan heb ik zoiets van, mens, wat een slechte geluidskwaliteit was dat eigenlijk. Ja. Meestal was het ook niet zo heel goed opgepakt. He. Het was niet goed opgepakt. Daarvan maakten ze dan kopies en die werden dan verspreid. En na een tijdje, het origineel was ook versleten na een aantal keer opnemen. Of ze maakten kopies van kopies, een stuk of 10 en dan van die 10 nog eens 10. En nu praten we over begin jaren 90. Ja, en daarvoor. Eind jaren 80, begin jaren 90. Amai. En toen was jij, Bert, hoe oud was hij? 18, hè? Nee. Ik zit wel 2 tantes, dus 8 jaar. Hè. 8, 9 jaar. Je was 7 jaar toen voor was. Inderdaad. En 14 ook een keer op een afternoon. Ik was min 2. Min 2. Dat is zien, ik was 14 jaar oud bezig, ook een keer op een afternoon. Van straat tot jongen en nipper. En koer. Ik ga binnen wisten in het café. En we waren de enige, maar mijn moeder dan meer. Straat, jongen en nipper. En een keer binnen springen en voort. En je mocht niet van je moeder, zeker? Ik mocht niet van mijn moeder. Mijn moeder had al gezegd dat ik dat nooit mag doen. Dat iedereen dat verhaal hoort. Ik ken het. Slechte naam mee. Ja. Het zijn al slechte mensen. Het verkeerde ding. Ja. Totdat je dat zelf binnenrolt en ontdekt dat is heel waar. Anders is. Ja, op een duur waren mijn ouders mee. Mm-hmm. Kwamen mijn ouders naar shows. Mijn vader had laatst naar een show geweest in de Forten, waar ik niet bij was. Dus die had alleen naar shows naar de Forten. Ja, die hadden geen problemen, zeker door aan mijn ouders. Nee, de Forten was al zijn naam, ik weet het tegen dan. Zo de krapoelnaam. Mm. Want de verhalen hingen dat je ook was verkracht worden op een toog. Hoeveel verkrachtingen zijn er effectief gebeurd op een toog, Jan? Geen enkel, voor het te werken.
Ja, dat was zo'n verhaal die de ronde deed. Ja. Maar het was ook een die een krantje uitbracht in de regio. Het is niet een underground, die het wel had van vorm. Ja. Ja, had dat verhaal zeer, zeer in parodie getrokken. Ja. Ik kon dat drugspuiten vinden van een meter lang. Ik heb nog nooit een spuit gezien van een meter lang. En de mensen worden en de Westhoekers aan de paradie niet door. Niet door. Het was een magazine van Popering dat het kwam. Ja, ik weet niet van dat Popering. Dat magazine? Oeh, ik weet niet meer. Huh? We moeten research. Ja. Ja, het is dat. Als we spreken over magazines, Jan, jij had een magazine, hè? Ja, ik had de Rattenbeet. De Rattenbeet. En dat nu praten dat was over... van 86 tot tussen 85 ja, en... Pre-Vortenvis. En 88. Dat is pre-Vortenvis. Dus wat is hij... Eigenlijk heb ik toen een beetje mijn ideeën uitgewerkt met artikels en zo. Ik ben eigenlijk vanaf 85 in die hardcore scene gerold via de Nieuwe Koekrant. Dat was toen het... de grootste Nederlandstalige punkfanzine van de Benelux. Uh-huh. Die had ook het postorder. Via die postorder bestelde ik platen van bands waar ik nooit van gehoord heb. Er ging een heel nieuwe wereld voor mij open. Ik bestelde ook fanzines. In die fanzines kreeg ik ook veel nieuwe ideeën. Uh-huh. En zo is dat gegroeid. Dus eigenlijk fanzines, platen, Nieuwe Koekrant. Dan een eigen fanzine uitgegeven, een stuk of vier nummers. Het vijfde was in Antwerpen al nooit meer uitgekomen, omdat ik toen met de Vortenvis was. En wat was in oplage, Jan? Oh, het was de 50 aan de 100 ergens. In Nipper? Nee. In Hans België. Maar zelfs enkel in Nederland. Ja, het was wel zo, er waren veel ruilabonnementen. Het waren tientallen punkfanzines. En er waren veel ruilabonnementen. Mijn tijdschrift, en jij zendt jouw tijdschrift naar mij op. Dat noemde men ruilabonnementen. Het is niet dat je daar iets aan overhield? Nee, niet echt. Nee. Alleen een nachtje cel omdat een poos naar Rieper kwam. Ja, een nachtje cel omdat een poos naar Rieper kwam. Ik had toen in mijn 85 kwam de poos naar Rieper. Ik had een stripverhaal verspreid waar ik... ik kreeg de draak... Draad stak met de poos. Popie Jopie de poos. Konden ze... Wat? Popie Jopie de poos, of kost? Ja, Popie Jopie. Dus, In dat stripverhaal werd hij onder andere van de lakenhallen gesmeed tijdens een kattenstoot. En dan met zijn poosmobiel deel aan de rally van Nipper. Daar konden ze hier toen blijkbaar niet mee lachen. Het was belediging van de staatshoofd. Oh, machtig. Ja, in de 80's moet dat wel een redelijke klap geweest zijn. Dat was eigenlijk... Smaat aan de poos was toen nog geheilig. Dat was eigenlijk heilig schennis toen. Amai. Dat kan je nu niet meer voorstellen. Het was eigenlijk ook ergens rond die tijd, ik weet niet, eind jaar dat, bij het jaar neder, dat Shinji O'Connor voor de televisie een foto van de poos verscheurde. Ja. Ik weet niet meer juist welk jaar dat was. Die heeft daar ook enorm veel kritiek voor. Ja. Maar achteraf bleek ze wel gelijk te hebben dat er in die Ierse huizen voor weeskinderen wel degelijk kinderen werden misbruikt. Ja, mooi. En hoe zie je in een bak beland, Jan? Zie je kwam malen? Of... Ik moest plots naar het politiebureau gaan. Ze hebben daar een paar uurtjes vastgehouden. Totdat het weg was? Nee, het was er nog voor. Het was een paar dagen voor ik kwam. Ik heb hem nog op de markt gaan bekijken en... Beetje verder in de Bolhoed, waar nu de Obil is, ja, hebben ze toen een Romeinse, nu is. Ja. Hebben ze toen zelfs een Romeinse vuif gehouden. Ja, tof. En ik denk dat je dat toen... Mocht je dat dan ook op de markt, Peeske? Ik was toen als kind op de markt. Ik moest een... Ik zat toen... Ik kende mijn korten nog niet. In het zesde studiejaar. Het was seks ook al een jaar gedubbeld. Ik zat toen braaf te kijken naar de poos. Een paar jaar later, neem mij. Ja, ik heb nooit de poos weten aan het traineren. Bert, je had al verteld hoe je in de Vorten verzeild geraakt bent. Hoe heb je geëngageerd? Geëngageerd? Ik ken... dat was eigenlijk, zoals Ter dat de Vorten zei, dat was eigenlijk vrij interessant vroeger aan de Vorten. Daar eigenlijk zo nog een binnenkoertje met... met wat zetels en dat was heel interessant voor de gelijkgezinde mensen te ontmoeten, butten. Mm-hmm. Café of voor een avond moest eigenlijk niet open zijn, kosten we daar gewoon ontmoeten en we gingen weer Maar nu is er een poort, er was toen geen poort?
Toen was er ook een poort. Toen was er ook een poort. Toen was er ook een poort. Het heeft zelfs glas gecementeerd om het ding ook verzekerd. Ja, tegen dembreker. Ja, want toen was er iets te raap. Maar ja, en eigenlijk ook gedaan aan mijn studeren. Bij de 2003 had dat geweest in. Ik had toen, kost ik toen begonnen werken, omdat ik het weekend vrienden dit voor me toen te engageren als vrijwilliger. Dus toen ik effectief begon als vrijwilliger. En dat was eigenlijk een oproep van Tom Bordeaux van de Boston en Tilly. Die vroeg van, ja kijk, zijn er geen mensen die onder verantwoordelijk willen staan voor een aantal zaal? Toen op de Kiekenmarkt al? Nee, dat was toen al in de Sint-Jacobstraat. 2003, we in 2001 en we hebben verrust. Ja. 2003. En mei 2003. Dat was eigenlijk al in de dal van het Heithuis. De Best was al gepasseerd eigenlijk toen. Ja, de Heithuis was al gepasseerd. Van de Heithuis en de dat is nog te punten die jaar 90. Mm-hmm. Ja. Ook 14 woorden ik wel. Bij dat was toen bediend toen dus dan eerst Salamanders toepen met. Ja, met waren, Jok ook. Het waren er veel van vorm, lijkt voor mij. Het waren er eigenlijk van de vorm die ermee begonnen worden. Ja. En Jok had dat te later overgenomen. Ja. Maar dat is toch lekker als stelle dood. Ja, ja, ik denk dat een van de laatste edities. Ik geloof dat dat toen een hele heithuizend line-up was. Keer ook, ik had ook 14, 15, ik weet het niet. Ook zo te zien en. Congres. Ja? Ik herinner, stond nog mijn netvlies gebrand, dat pieren door bezig zien hebben op horen. Gebrand. Ja, inderdaad. Ja. Ik weet niet hoe mijn vuur is puur. Amai. En de Vorten is er ook ooit in de. Weer terug op de Kiekenmarkt, dat men niet van de hak op de tak springt. Is er ook. Zijn er twee festivals ontstaan? Het eerste. Was het Leed Festival. Leed was eerst. Ja. Leed was eerst. Leed ze met een D en dat was eigenlijk een reactie op het Leed Festival van het T van Stad Ieper. Ja. Waar geen plaats was voor alternatieve dingen. Eigenlijk deed Vorten eigenlijk de dingen dat het cultureel centrum niet wilde doen en dat anderen ook niet wilden doen en dat anderen niet wilden doen. Eigenlijk wel. We vonden ons ding niet in het bestaande aanbod. Dus hebben we maar ons eigen ding begonnen. Sterk. En wat kunnen we ons voorstellen bij Leed? Welke bands konden we spelen? Het was meer traditioneel mainstream. Leed. Ah, Leed met degen. Yeah. Ja, dat was meer punk en wat een latere crust. Herinner je nog namen die nu relevant zijn? Oh, Belgian Asociality heeft daar opgetreden. Doom heeft daar opgetreden. Hiatus. Zijn dat de beelden die je terugvindt van 293? Ja, als je het Doom en Hiatus terugvindt? Ja, dat zijn. Dat is. Normaal gezien heb je daar filmpjes van. Ja, op die staan op YouTube, ja. Ja, heel tof. En toen, in 92, is er iemand op de prop gekomen met Hardcore 92. Die de voorbode was. En eigenlijk de eerste editie van Hyperfest. Hyperfest. En wie zat er erachter? Als ik me goed herinner, was dat Edward Verhagen die daarmee begonnen was. Rot. Ik denk dan in 93 was er geen dienst en in 94 en 15 was het Hans Verbeke. Mm-hmm. En als ik me niet vergis, en in vanaf 96 was het Bruna, was hij de vormvest die het organiseerde. Ja. Het Leedfestival dat is nog doorgegaan tot 99, dat was de laatste editie. Maar vanaf het jaar 2000 zijn eigenlijk in de praktijk die twee festivals te samengesmalt. Ja. Dus eigenlijk is Hyperfest een samensmelting van het oorspronkelijke hardcore festival, waarvan het de rechtstreekse nakomeling is. Maar de bands die vroeger op een Leedfestival speelden, die speelden toen ook op Hyperfest. Ja. Het had ook geen stijl doodgestorven met die mensen die dat spijtig genoeg overleden is. Ja, in 97. Was er een tragische gebeurtenis geweest op de eerste dag van het Leedfestival. De gitarist van de hoofdact heeft op het podium hartstilstand gekregen en was dood neergevallen van het podium. Herinner je de bandnaam nog? Het was iets met Time Out. Tragische naam voor de tragische naam. Dat was een heel drama. Zijn vrouw was erbij. Zijn vrouw was erbij, ze had een kind van 1 jaar oud.
Het was eigenlijk echt verschrikkelijk. Ja, kunnen we, kunnen we iemand die daar gestorven was. Ja. En de vlekken die de vaststelling kwam doen, waren ook alles behalve diplomatisch. Ja, en de overkant ook niet. Ik weet dat ik had zitten reanimeren. Er was redelijk onrespectvol gereageerd. Zij zongen weer een liedje van een dood, een dood. Had er effectief iemand dood ligt. Zelfs de politie moest daar gaan zeggen dat ze zich respectvoller moesten gedragen. Mooi. Het is dan wel zo, er deden allerlei geruchten rond dat er iemand met een plank met een nagel was slaan. Of dat het van een drugs was. Ik heb dan maar zelf contact met de lokale pers opgenomen voor een leraar. Ja. De verhalen in deze krant verschenen. Ik heb dan gewoon gezegd wat er gebeurd was. Ja. Amai. Om te voorkomen dat er allerlei wilde verhalen gingen verschijnen. Amai. En dus en vanaf begin jaren 2000 zijn leed en voor een visfest, hyperfest geworden. Betekent dat vanaf toen het ook mogelijk werd om de twee genres te combineren, want daarvoor was het heel moeilijk. Hè? Ja, daarvoor, we hebben dat nog, leedfestivals gedaan, maar waar beide soorten bands samenspeelden, was er altijd boel, want de punks wilden en de crusts wilden binnenroken, dat kon toen nog allemaal. Mm-hmm. De strijdetjes wilden dat niet, het was altijd boel. En het was ook een heel andere mentaliteit, en op de duur hebben we van de zondag een aparte strijdetje dag gemaakt. Oké. Dat die soorten publiek zo weinig mogelijk niet te veel met elkaar in contact. Dat is wel jammer, want op veel vlakken hadden ze heel veel overeenstemmende gedachten. Ja, dat wel, maar ja, ze waren ook jong en eigenlijk jaren later kwamen ze waren ze 10 jaar ouder en ze kwamen toch allebei samen op Hyperfest dan. Mm-hmm. De strijdetjes, velen ervan waren geen strijdetjes meer, waren matige drinkers geworden. En anderzijds zijn de punks ook wat meer naar de strijdetje geëvolueerd. Alles is een beetje geëvolueerd naar... Wat ben je vroeger ook niet meer van die hardliners? Ja. Ik weet er niet, anders nog veel is, hè, tegenwoordig. De fanatieke strijdetje, man. Ja. Die pinten het handsloegen. Ja, dat is niet direct... Niet direct pinten, maar wel sigaretten. Ja. Eigenlijk, als je dat nu bekijkt, is ergens van 2011 dat er nu een algemeen rookverbod is in de cafés en bars. Dat ik strijdetjes geworden ben. En de strijdetjes zijn dan... waar daar eigenlijk al 20 jaar voor had, eerder voor had. Ja, maar, eigenlijk waren ze ergens achteraf gezien een tijd, 20 jaar vooruit. Maar eigenlijk, jullie weten dat allemaal niet, we zijn geïnfiltreerd en we hebben dat opgelost. Dus de strijdetjes zijn gewonnen. Ja. Nee, het is wel gemakkelijker geworden, denk ik, 17. Er was niet echt geen discussie meer. Nee. Maar de geesten zijn ook geëvolueerd en... Ja, tegenwoordig pikken mensen dat zelfs niet meer. Nee. Als een roker de hand binnenruimte verpest met zijn rook. Het is dat is onbetand, hè. Ja. Mensen zijn modderiger geworden en eigenlijk de jeugd die nog rookte, vindt het vanzelfsprekend om buiten te gaan roken. Mm-hmm. Ik had ook uit vorige gesprekken en uit de andere podcast, You Just Can't Kill the Forten Vis, die hopelijk... terug te beluisteren zal zijn, want die is nu offline. Maar ik ben in contact met de persoon die hem gemaakt heeft om hem terug online te zwieren. Dus dat kun je er ook in naar luisteren. Dat er heel weinig recette was aan strijdetje optredens. Dat is wel zo. In het begin verkochten we wel heel veel sojamelk. Maar de jaren nadien verminderde dat altijd. Het was zelfs zodanig erg, maar dat was zelfs een van de hyperfesten die in de vorm nog doorgong. Ja. En dat was ook de beginperiode van Jacques, beter gekend, DJ Jacques. Ja. Die een jaar of 4, 5 toen disco-plaatjes gedraaid had. Legendarische afterparty DJ. Ja. En ik was al toen klant. We hoorden totaal de muziek niet graag. Mm-hmm. Maar we zochten een plaats in Ieper die tolerant was. En dat was het vorm. Ieperfest was juist dat. Want maandag was PMD opvaling. Het was zodanig veel sojamaak en desserts, dat me eigenlijk van de ene poorten tot de andere poorten een stapel aan van vulbak zat, PMD.
3-4 meter hoog. Oh, 3. Van al die sojabriks. Ja. En Jacques, oh, moet ik een beetje aan? Ik kon just begin. 2 uur later aan me gedaan. Mooi. Toen was er wel, maar heb een normaal optreden. Want ja, een punk, een rapper drinkt nu te leuten. Ja. Of een crust. Als je gewoon drinkt uit de dorst, ja, is het een ander geef. Dus dat, ik ga niet, ja. Maar, ga geen ijs die en geen plat water drinken tot hij er beneden valt. Ja. Ja, de Vorvis was wel een van de pioniers van afvalbeheer op het festival. Ja. Ze waren de eerste die waarborgen vroegen voor glazen en flessen. Dat was toen 5 frank. Amai. Moet ergens het jaar 90 of 90 geweest zijn dat we daarmee begonnen waren. Om de afvalberg te doen krimpen. Ja, de eerste keer was er enorm veel gebroken glas en om dat te beperken, mm-hmm, vroegen we waarborg en ja, degenen die dorst hadden verzamelden dan al de glazen mm-hmm in de buurt. Dus dat was veel minder opruimwerk voor ons. Nu die sojabriksen, daar kon je geen waarborg op vragen. Maar eigenlijk is het milieubewustzijn van Iperfest daar toen ontstaan. En Iperfest is ergens een pionier geweest voor afvalbeheer en festivals en evenementen. Amai. Ze was eigenlijk al die grote festivals voor. En al vegan. En al vegan. Ja. Ook daar was ze Iperfest een pionier in. Vanaf dag 1 in 92. Al vanaf de eerste dag, dat was Bruno. Bruno was toen al vegan. En, huh? Ja, hij zei, al het eten die we de bands aanbieden, moeten vegetarisch zijn. Uit welke idee kwam dat? Wel, toen in de jaren 80 is de animal rights beweging opgekomen. Ja. Niet alle Vortevis medewerkers waren toen al vegetariër. Ik zelf was toen nog geen vegetariër. Ik ben eigenlijk vegetariër geworden door de Vortevis. Ja. Likewise. Bert ook? Just te veel zeggen. Stef? Nee. Nooit geweest? Nooit geweest. Flexitariër. Flexitariër, je eet gewoon alles eigenlijk ook. Ja, ik probeer wel. Veel raar woord. Ja, flexitariër, ja, is gewoon. Probeer wel meer dan vegetarisch te eten. Nu even los van het onderwerp. Heb je zelf ook een zaak die heel milieubewust denkt en fairtrade? Voor een groot stuk, want je moet ook commercieel denken, maar iedereen die langer dan 1 jaar of 2 jaar in Worten zit, net kreeg waren mee van Worten. Mensen kennen je misschien niet, dus is een barista? Ik ben barista en koffiebrander, ik ken een zaak in Nipper Center, Slowings. Dat is leuk reclame. Ja, maar ik kan dat door in de vorige podcast, wat dat ook hangbaar. Ja. Of moesten dat zelfs zijn. Ja. Ik probeer inderdaad die waren van biologisch of ecologisch. Ik probeer soms koffie die met een zeilboot naar hier komt, of koffie waar dat er direct trade op zit, naar hier te krijgen. En meer. En ook in onze taarten aan me ossen een veganistisch gebak hebben. Proper. Maar we zijn hipper, dus je kunt niet 100% teuren voeren, maar het is als aan iets welkom. Ik weet dat ik nog ooit keer mee hoor met dat kat in Tielt. En hebben we er een pita gaan eten dan. Ik zeg, ik kon ook vegetarisch eten en dat gewoon met salade, tomaten of dat saus. De vegetarische pita, maar kaas waarschijnlijk. Nee, geen kaas ertussen. Frietje misschien. Ik zei, het was één willen haalt. Dus nu is er overal wel falafel. Ja, maar als het zo ging zijn, dan pak ik vandaag van de prismeneer te goed. Ja, dat is inderdaad niet echt fair, hè. Alright, back on topic. Denk je dat G1000 de Vorten nodig had? Ging er G1000 geweest zijn, like of dat het geworden is, zonder de Vorten? Is dat kip of thee verhaal? Ik weet het niet. Ik kon niet zeggen dat er iemand eerder moest zijn, maar... Maar ook. Mijn herinnering ervan is dat die twee eigenlijk al deze Smurfpunks concerten bestonden. Ja. Dus er traden al straight edge bands op de Smurfpunks concerten op. En de Heito's te zien en de Vortenvis, dat waren eigenlijk twee zelfstandige initiatieven die min of meer gelijktijdig ontstaan waren.
En die elkaar wel eigenlijk aanvulden. En versterkten eigenlijk. En versterkten wel de... Zij zorgden voor optredens in de Vormvest. En de Vormvest zorgden voor de plaatsen waar zij hun optredens konden doen. Maar eigenlijk waren dat twee afzonderlijke initiatieven. Die elkaar versterken, maar wel vanuit min of meer dezelfde basisideeën. De punk, de hardcore, het anarchisme. Was Brop eigenlijk al lang strijdertje? Brop... Brop is nooit strijdertje geweest in de zin dat hij het zo noemde, denk ik. Ik weet niet, hij had een ander, dat hij gewoon niet dronk, dat hij geheel onthouder was. Ja. Bij dat had zo de scenes gemeenschappelijk in, dat DIY-principe. Ja. Hoe dat hij in de punk scene, hoe dat hij in de hardcore scene. En de Vorten faciliteert dat eigenlijk. Allee, faciliteert dat, promoot dat ook. Ja, dat vind je elkaar. Ja, waar dat de Vorten DIY-gewijs optredens organiseerde, maken ze ook DIY-gewijs naar hun eigen t-shirts, naar hun eigen platen, lieten ze zelf drukken, maken ze zelf alles van designs. Ze hadden niet per se een label, een groot label nodig. Ze maken zelf labels en distributies. Daar hadden de Vorten en de hardcore zeker hand in hand. Ja. En in de scene zei toen, draai je het rond muziek, maar eigenlijk de Vorten trekt dat er nog deuren naar andere dingen ook, meer educatieve cellen. Ja, maar de educatieve onderwerpen zitten ook in de muziek. Ja, maar je kunt dat ook DIY organiseren. Je kunt ook zeggen van baf, hoe gaan we hier een keer workshops organiseren? Ja, of een avondje niet... ecofilm. Zo, ja. 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 Ja, goed. Alright. Heb je ooit nog zo een weet van bands die ooit in de Vorten gepasseerd zijn, die nu hoge toppen scheren? Green Day. Green Day in de Vorten. Eind 1991 heeft opgetreden in de Vortenfest. Ik denk dat ik... Ze hebben zelf iets in ons gastenboek geschreven. Ja. Eens kijken of ik het terugvind. Voor de mensen die luisteren, Jan had een keer togen, maar als je in de allereerste, denk of de tweede Instagram-post van het Vortenfest Instagram-kanaal terugscrollt, staat daar de gastenboekpassage van Green Day. Ja, eens kijken of ik... Was terug... tijdens de Kerplunk-tour in 1992, of in 1992 zeker, hè? Nee. Eens kijken of ik het kan terugvinden. Terwijl dat Jan zoekt, Stef, uit er herinnering aan? Green Day Zavri, maar ik weet dat ook nog het gerucht. De ronde is helemaal nooit iets gekomen. Dan Nirvana ging komen dan vorm. Het gerucht had ooit de ronde gedaan. Ja, er is ook een gerucht dat Metallica gevochten had in de Vorten met Heavy Sound Festival, maar dat kan niet, want het was 4 jaar eerder dan dat de Vorten. Het was in de Hard Rock Café ervoor. Het was in een voorhanger. Het was ook, terug deed ook de ronde dat toen Rage Against the Machine in Pukkelpop op, dat ze voor nog steeds konden drinken in de Vortenfest. Amai. Ja, ik heb weet, dat ik achter de bar stond, dat de gasten van Godspeed You Black Emperor in de Vorten zaten. Toen ze moesten spelen op een festival in Kamel, een herdenkingsfestival van Noordlog. Ah, okay. En toen zat Godspeed You in de Vorten. We zaten aan de bar, ik zei, ja, where are you from? Ik weet niet voor, aan die man zijn, what you doing in Ypres? Tourism? No, we have to play in Kamel tomorrow. Ik zei, de Godspeed Show. Ah, yeah, that's us. Oh. Nou, kijk, dat is het hier onderaan. Daar. Ja, daar. Dus van eind 1-1, ze hebben voor 8000 frank opgetreden. Dat is €200 omgerekend. Dat is nu de prijs van een entree-ticket. Ja. En ze sliepen op matrassen op de grond in de Vorten-Vest. Die gastenboeken stonden er wel soms leuke dingen. Ook van Yuppie-site bijvoorbeeld. Ja, dat had ook wel heel wat sommige van die artiesten waren eigenlijk echt heel creatief. Uh-huh. Eens kijken of ik wat ik hier nog allemaal vind. Meestal stonden er ook zo dissen in de andere bands, hè, dat ze zo niet overeen kwamen. Ja, maar dat ga ik ook nog herinneren, dat niet in een boek staat. Dat in die periode opeens achter een of ander optreden, een dag erop, ik was dan topkuis op een maandag, het was een optreden geweest in de zaal, en opeens kwam dat Japanners toe. Zo van, oh, is dit de Vortenfest? Japans, Engels. Ze van, ja, het is vandaag wel niet open, mijn gast. Nou ja, moet ik een keer binnenkijken?
zijn heel het gebouw van boven tot beneden overal foto's getrokken. Amai. En ze waren zo content. Want ja, zowel de Forten als Congress Lair was enorm gekend in Japan. Want dat is het verhaal hem al een paar keer gehoord van de stad Ieper was met een ding voor de kattenstoet naar Japan. Mm-hmm. En het was een van de Japanse delegatie en medewerker die naar Ieper kwam. Ieper niet kende van de kattenstoet, maar wel van Ieper Vest. En van Forten Vest. En al die mensen. Ieper is dat dode dat voor een vis is. Het pakket die noord. Ketstoet? Nee, ik weet, Iris van Firestone had ook gezegd dat 15% van alles dat ze ooit verkocht hebben in Japan zit. Ja, dat is ook. Ja. Dus enkele tientallen. Het is er ooit een keer een Japanse toerist bios terecht gekomen. Ja, hij is daar blijven overnachten. Dat verhaal zit in de podcast. Dat is de tweede aflevering. Ja. Dus ze kregen hem niet weg. Ja, dat is hier nog van Hell No. Oh, dat is heel goed. Eentje van Hell No. Toen kan je dan door, Anne. Vet, hè, man. Hij spreekt weer over de vierde muur, hè. Ja, hij is nu doorbroken. Ook alles zo gekrabbeld met stilo's, hè. Ja, dat was nogal... Stilte. Heel tof voor een luister. Ik kon ondertussen al bij de stonden ook met de snowdars. Ze moeten al spelen met de snowdars. Echt? En snowdars bij, ze hebben onze zanger zijn broek afgedaan. Maar ik weet niet hoe ik dat stond. Dat was hier Iglo Punks, dat was op een festival in de garage dat bijna kot was. En de die aan de entree stonden, worden eigenlijk like Eskimo's eigenlijk dof. Eskimo's moet je niet meer zeggen, ja. Like Inuit people. Of Inuit, ja. Ik wil niet gecanceld worden, zei Jan. Ja, maar ja, als je spreekt van die garage, als je zo de beelden terugkijkt van de hardcore fest die er is in doorgegaan, ja, veel comfort voor een optreden was er daar niet, hè? Ja, en eigenlijk, achteraf bekeken was dat eigenlijk niet verantwoord om daar een concert te doen, want was eigenlijk achteraf bekeken dan ook onveilig. Ja, met die balken die over de ding het eerste of tweede jaar had Toren, dat had 3 jaar doorgaans hier? Zakatox. Achter het tweede jaar, Jan zei van, allee, dat is hier niet meer veilig. Dat moet het wel snel, daar zijn we er. Maar dat gaat wel al doen. Maar toen het jaar erop en zo, zagen we, Jan deed toen ook het gluts en hij vroeg aan PS van, Stef, kan je hier aan het podium gaan snoes? Oh, een beetje maas aan de kant, joh. Met PS s'avonds, nacht, nee. Ja, Stef, kan je nog een keer aan het podium gaan? Nee. Jan, krap niet teuren, zat naar die balen. Ja, het publiek zat in lagen op elkaar. Ja, ze zaten een paar korschoers. En toen hadden we allemaal like, deuren van, moet er eigenlijk niet gebeuren, of we zijn allemaal gejost. Ja, het spel, het afbrandt zijn we allemaal. Ja, nee, dan hebben we tot het Hardcore Festival, het latere Hyperfest. En dan hebben we de muziekschool, dat het werd dus tot deuren gegaan. Ja. En vanaf werd dus dat niet tot een beat speelt. Ja, daar zijn er heel mooie beelden van op YouTube te vinden, ook dat Spineless speelde, dacht ik. Ja. En, het was nog een band, maar we kunnen niet op de naam komen. Er is redelijk wat beeldmateriaal van te vinden. Ook is er heel veel materiaal te vinden van zowat alles die ooit in de Forten is doorgegaan op die 90s WordPress site. Op die WordPress Forten Vis in de 90s. Ja, van Brop. Dat is van Brop. Van oud medewerker Brop, ja. Ah, die heeft dat in gang gestoken. Ja, dus eigenlijk... En dat was ook de hoofdorganisator van Smurfpunks. Die later medewerker van de Forten is geworden. Amai, omdat dat daar stopte dan. Smurfpunks zijn er mee gestopt, ik denk omdat het gebrek aan vrijwilligers en dergelijke. Hmm. De Forten was toen net begonnen, ik heb zelfs nog matrassen van Smurfpunks gaan halen uit Aalst, die dan naast naar Ieper vervoerd. Naar Aalst. Dat is sympathisant. Dat was in Aalst, de Smurfpunks. Ja, dat was een uurtje rijden. Als we naar Smurfpunks gingen, dat was in de hele golf van Johan de Wanker. We zaten daar met 5 in en we reden daarmee naar... Dat was iedere keer een avontuur als we naar Aalst reden. Mooi. En dat is nachts terug in die hele golf. Ik ken nog maar je wandse hele golf, Spurnbird. Die was Canarie heel. Spurnbird? Ja.
Ook al een naam, eigenlijk. Ja. Nou, dat er een heel grote namen op bij Smurfpunks. Mm-hmm. Napalm Dead ook zeker, hè? Napalm Dead. Huh? Napalm Dead heb ik in zijn een voormalige varkensstal gezien in Wakken. Mooi. In het Belgische Wakken. In het Belgische Wakken, ja, dat was ergens op de boer buiten. Het was op de boerenbutten, het was een de zwinnenstal. Mooi. En er waren nog 7 bands op en nog 7 van de vetste concerten dat ik ooit gezien. Huh? Dat is ook een ambiance. En, het zat meer een volk op het podium dan in de zalen. Hmm. En als we nu zo in de vorten kijken, vond je dat. Hoe komt het dat er zo'n appeal was? Voor een klein stinkend, letterlijk, het heeft zijn naam niet gestolen, een Vort cafeetje, dat er daar toch jonge gasten, de clean cut straight edge kids, hoe dat die daar net in hang en vonden. Bijna die clean cut straight edge, like Albert al, zijn verschillende, vele van ons aan er meer punk metal achtergrond, ja. Of grind. Maar de oerprincipes zijn het zesde. Ja, dus het doet eigenlijk niet toe hoe het eruit ziet. En natuurlijk was het wel kritiek van... Allee, hoe kan je er onder principes doen? Ja. Als je er als crust hier de hele dag zit te drinken, hoe kan je dat dan principieel? Maar ze zagen ze niet best te weken. Was het misschien wel volledig onder principes voldeen. Ja. En toen heb je dat... Ja, maar die gasten hebben het zesde principe. En we zoeken... Ja, zoek maar een locatie waar ze week achter weken... Dat is waar. Een telefoontje of ik herinner me nog de meters fax die gelopen net tussen Jan en Bruno. Bruno woonde toen in Gent. Ja. Ja, het was ook rap gecorrespondeerd met een organisator. Anders had je een zalen van de stad of een officieel. Ja, en ook hardcore. Sommige pijn als dat enige gezien in hun zalen. Oeh, als ze blauw dat. Like pieren die vier spuwt. Of, ja, op de halsleiding. Of ook dat het parcours springt. Ja, de, lamp de lamp die het plafond vond. Ja, we organiseerden toen veel zondagsconcert, omdat we bands die op doortocht waren toen goedkoper konden krijgen. Merci Bert. Dat is merci, ook intermezzo. Ja. En ook, vooral... En zondag, vrijdag en zaterdag konden ze op plaatsen optreden waar ze meer geld kregen. En zondag was het dag tussendoor op tournee en we konden ze toen goedkoper krijgen. Ja. En dan waren eigenlijk 2 vliegen in 1 klap, want de jonge gasten die straight-edge waren, konden ook de zondag... mochten ook komen, ondanks hun soms wel jonge leeftijd, omdat het op een zondagnamiddag was. En het was gedaan voor 10:00. Ja, we moesten, als we het zondag deden, moesten we er wel voor zorgen dat het gedaan was tegen dat de laatste trein uit die per vertrok. Je moest nog minimum in korter kunnen houden. Ja, mooi. Dat was ergens rond 10:00, 11:00. Wacht, hè. Ik kan hier nog ook in de Hyperfest... boodschap zat er altijd wel antiracisme, vrouwenrechten, antiseksisme en de waarden, maar die komen eigenlijk ook vooral uit de Vorten Vest dan. Op en dat is wel te zien als het de Vorten Vest komt. Maar de scene was later dan de Vorten, dus ze zat er. De scene was er eerder dan de Vorten. Ja. De Vorten evolueert constant. Hè. Ja, en ze gaan wel natuurlijk veranderen. Maar... Het was misschien niet eens punk, sommige punkers gaan toch hardcore kitsen komen. Hè. Ja. En kunnen we ervan uitgaan dat vanzelfsprekend was dat thema's waren die in de Vorten holden, de vrouwenrechten en het racisme? Want als je zo mensen hoort babbelen, was dat wel net de reden dat je daar naartoe ging? Ja, het was in de rassen geweest. Lieve bijvoorbeeld, dat nog in de beginjaren voordrachten gedaan of debatten daar rond. En dat is al gebeurd. Bart had dat ook nog dikker zo gezegd. Was dat ding net de muur geschreven? Of het was een boek of het guestboek? Ja. Dat is een ding die mijn assambie gebleven zijn. Dat inspireert. Dus ja, maar lieve inderdaad. Ja. Over vrouwenrechten, over feminisme was er zoiets dan bij het Nalsan. Lieve Hoemar ervoor. Ja. Voor de trouwenluister. Voor de trouwenluister. Voor de mensen die herkennen. Ja, want dat was wel ver voor op zijn tijd. Want wat dan nu considered is als...
de nieuwe manier van denken, waren jullie eigenlijk al jaren mee bezig? Ja. Bijna Jos van voorloper zat op teen. Ik heb ik had er ook zelf veel over gelezen. In die punkfanzines en in die anarchistische tijdschriften, daar is wel iets van blijven hangen. Alles toepassen zoals het in theorie moet, dat is niet mogelijk. Je leeft samen met andere mensen, maar eigenlijk zijn we daar wel door geïnspireerd geweest. Nu, denk voor mij, de scene is nu een vorm of de scene. Grote waarde is ook, denk voor jezelf. Pak niet alles voorgekomen aan en soms moet je wel het vorige, je moet dat zo met de wereld leven. Hè. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld mijn wereldbeeld gebaseerd op wat jullie mij hebben bijgebracht. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld mijn wereldbeeld gebaseerd, toen heb ik aan Jan, ik weet nog, een van de eerste keer, was ook in Jan's zolderkamertje, erin zat te schieten door het. En toen ook fanzines gezien en gelezen van Jan. Johan had ook bepaalde dingen bijgebracht, Johan de Wanker. En dan, ja, misschien heb ik toch Fookie Bart een stuk geïnspireerd. Alcor inspireer je ook, ja. Eigenlijk is de Koos Chossa belangrijk geweest. En dat gaat van generatie door op generatie, pees ik. En als je wel waarden en ideeën deuren geeft, maar uiteindelijk moet je er zelf het mee aanvangen. Dat kan ook. Het is niet, zelfs al babbel je tegen niemand, als je in de Vorten binnenkomt, ga je veel leren, al is maar van wat er op de muur geschreven stond. En dat logootje, no racism, no sexism, no fascism, dat nu je posters van Hyperfist staat en ook posters van de Vorten. Dat heb ik gemaakt, omdat er, voor de meeste mensen is dat wel evident, maar op zo'n Hyperfist groeide, komen er soms figuren binnen die het blikbord dan niet teuren aan, dat we die waren hoog in het volgende dragen. Dus men zegt van, gewoon dat toch erop zetten, want we hebben een paar vast tegenkomen ook. Distro's die een beetje verkeerde merch verkopen, dan zeggen van, waar hier mee komen. Allee, het was wel belangrijk, en natuurlijk, je zult er ook een skin met een nazi kruis heeft zijn kop. Ik heb de kop dat in de profess, maar je niet langer recht is gestaan. Dat lost ze zaven hebben, maar het zijn idioten dan niet weten dat... Dat ook ooit, wordt hij ook, en is alle black metal racistisch, van. Maar sommige, want ik weet niet dat er geen was. Dat was een redelijk fascho. En vroeg een van deze medewerkers, ik weet niet meer wat ventje noemt. Poltje, heb je zeer aan je armen zo? Zeer aan mijn armen? Van je? Van hele dagen zo? Ja, ik kan het niet volledig doen. Ja, dat kan niet. Dat was zo de stille stekken zo van een van de medewerkers, die wel werkte uit de deur. En dan achteraf, sommige hebben er eens... aan mijn ding verkeerd ingeschat. De business en boek verkeerd ingeschat. Ja, maar ik ga daar zo'n beetje op terugkomen. Ja. Ik wil het dan misschien eerst hebben voor de business begin. Over de posters van Bert die aan de hevel hing in de vensterraam. De Vorten heeft altijd wel een zeer duidelijke boodschap naar buiten gebracht. Ik herinner mij nog Britain's you pay for... Up to 10% of your taxes pay for weapon industry of zo. Dat was een boodschap naar de toeristen. En ze moesten allemaal in Novotel overnachten, dus ze passeerden quasi allemaal voor de Vorten. De nieuwe locatie van de Vorten was juist tussen Novotel en de Menepoort, dus ze moesten langs daar passeren. Ja, en geen mens is illegaal, is ook één dat ik me herinner. Maar like de foto van of de tekening die je gemaakt hebt, waar de pers toen heb gebruikt van Micheltje. Ik vind iedere stad heeft zijn kleur lokaal. Alcoholikers, waarom zijn ze aan de rand van de maatschappij gekomen, we weten niet. Maar vele gemeentebesturen en de oplossing. Want ze rap moeilijk probleem oplossen. Ja. Mano militarie met politie. Terwijl je dat eigenlijk met een buurthoekwerker moet doen, volgens mij. En had dat 100% slaan? Nee, je hebt er al misschien een paar. En kan je ze allemaal rennen? Nee, maar je zou je rapporten
Want ze hadden hier een bank weggenomen onder het nieuw werk, waaraan die mensen zaten, want de toeristen niet te vinden zien. Ja, of bankjes met pinnen op tussen, omdat er niemand zou op slapen. Eigenlijk is de Forten altijd een straathoekwerker. Goed, de Forten in het algemeen is een straathoekwerker geweest. He. Ook. Zonder het te beseffen misschien. Dus café, straathoekwerker, hardwerkingen, educatieve werk. Maar velen van ons dan ook zelf een rustzakje. Ja. Waardoor dan, als jong gast, je zoekt iets. En je hoort nergens thuis of je hebt een rustzak van, ik weet niet wat ik mee. Mm-hmm. Waarom komen er sommige voor de strijders? Omdat ze zien al in de rodders, of een van hun rodders te veel drinkt. Want die staan aan tossen en zo is. Maar dat is bij sommigen toch de stap voor te zeggen van, ik wil dat hier anders in mijn leven. Mm. Ik had een drugsverslaafde neef. Die we niet bij naam gaan noemen, maar we kennen hem allemaal. En dat is hoe. Die dus nog vele rutten kost. Ja, inderdaad. Dat is wel zoiets dat als jonge cat bij mij bleef hangen, dat ik nooit zo wou zo belanden of zo. En toen ben ik ook toch wel door Tine van die toen de voet op Hyperfest heeft mij toen ingeleid in Straight Edge. En ik vond dat interessant en zo ben ik het ook wel geworden. Maar het is niet dat ik bepaalde zware rugzak had, maar de Forten heeft ook wel heel veel voor mij betekend. Ja. Vooral voor ik werd zwaar gepest op school. Ja, op een gegeven moment belandde ik kop voor in vuilbakken, werd er tegen mijn been gepist, ik zat in houtbewerking, werd mijn werkstuk gepikt en was er iemand anders mijn werk aan het indienen als dat van hem. En was ik mijn werk kwijt, zulke dingen, werden mijn kleren gestolen. En achter dingen gedumpt. Oh, maar het is ook een stuk bagage. Moet niet als het is bagage, inderdaad. Moet niet als aan kweet niet hoe zwaar zijn. Nee, moet niet als aan kweet niet hoe zwaar. Oh. En in de Forten, waar ik was in two metal en dat was not done in 2010 in Popering in het jaar 2008. Maar de Forten heeft me wel geaccepteerd, omdat er toen zo wat van alles zat. Er zat metal, er zat hardcore, er zat punk, er zat van alles. En dat was echt zo thuiskom. Van eindelijk, dit is de puzzel waar ik in pas. Ik heb er toen ook 15 jaar van deel van uitgemaakt. Zelf concerts beginnen organiseren, in bands beginnen spelen, beginnen repeteren in het café, vrienden ontmoet. De Forten verdedigd toen het nodig was. Hey Bert, jij had ook een keer de Forten verdedigd. Om het op de business nu te gooien, dat we daar net hebben aan gehad. Dat is eigenlijk ook een community. Ja. Dat is eigenlijk echt wel een heel belangrijk, en eigenlijk zijn er alle soorten... En op de eerste zicht is de eerste plaats is de Forten eigenlijk geen plaats, maar een community. De Forten kan overal zijn. Het heeft geen gebouw nodig, zolang dat de mensen elkaar blijven vinden. Het is wel interessant voor een boot en die faciliteert. Ja, dat is waar. Allemaal wat aan doen, natuurlijk. Het is een ziel. Het is een ziel, je ziet zelfs, zou ik ze nu totaal geen medewerker hebben. Forten was eigenlijk opgevat als een plaats waar mensen die anders waren, konden samenkomen en zichzelf konden zijn. Ja, dat is waar. Ja, hij was er niet scheef voor bekeken. Wat ging hij zeggen, Steve? Hij was zelfs, ik ben nu al 12, 14 jaar geen medewerker met mij. Dus een zaak begon. Ik zie aan er veel, zelfs nieuwe medewerkers komen dan mee. Zo van, die community gaat verder. Je moet ervoor er niet meer in zitten. Je mag er nog in zitten. Alle plezier voor die er nog in zitten. Chapeau. Want de community loopt verder dan het gebouw. Surtout als je zegt, van kijk, een hoop van de waarden ga ik ook meepakken in mijn zaak. Allemaal, nee. Maar toch wel een heel deel. Je zaak is ingericht met gerecycleerde materiaal. Je werkt met de mindset dat je er in de Forten geleerd. Ja, Jan, je had ook een webshop waarin je ecologisch verantwoorder elektronica verkocht en zo. Ja. Het zit onvermijdelijk wel verweven in ons DNA, denk ik. Bert, die kweekt een tuin vol groenten.
Was dat de mindset dat je al had toen voordat je in de Voorten kwam? Ook niet waarschijnlijk. Hè? Nee. Dat is inderdaad als die zelforganisatie, zelfbeschikking, ja. zelfvoorziening en zo wederzijdse hulp ook toen de ja. community. Dat is, maar veel, dat is een... van, veel van het eten dat je kweekt in je tuin belandde op Pieperfest. Dat hebben we geprobeerd in het begin. Ah, ja, maar dat je... gebeurt nog, toch? Niet alles, maar... Nee, maar het is een beetje moeilijk omdat je bepaalde menus samenstelt en toen, dat is niet... Soms zijn dingen ook gewoon seizoensgebonden. Ah ja, en dus dat... klimaat verandert en je moet wel juist goed mekken voor dingen reed te krijgen. Ja, maar op dat moment. Ik ken al van begin jaren 80 een moestuintje, dat was eigenlijk ook door de punk en anarchie spirit dat ik... Dat ik dat de moesten van mijn vader overgenomen dan. Ja, ik heb geen groene vingers. Nee, en met mijn hond, het zou niet lukken. Voor mijn moment, mijn tuin ziet eruit als de grotten van Han. Door de jaren zijn er ook heel veel bands gepasseerd die quasi in de Voorten woonden. Er zijn heel veel huisbands geweest, hè. Chronic Disease, Hiatus... Ja, dat zijn toch al... Hiatus is toch al in de underground heel legendarisch. Ja, maar die begin jaren 90, die er al verschillende keer per jaar op in de Voorten. Congres. Ook. Oipolloi wel een beetje zien. Ja, Oipolloi heeft daar ook een tijd lang vaak opgetreden. Amai. Doom. Sterk, toch wel tof dat zo in de nieuwe spirit, dat voor het Bart van Dalen is een bandje. Bart van Dalen is een bandje. Die ignored en zo. Dat is niet per se iets hoor. Voor ons was dat heel belangrijk, die ignored. Ja, maar het was ook wel een huisband. Ja, zo, niet... En One Step Beyond. Ja, niet een band, maar de wereld voorover, of de underground wereld voorover. Hè. Maar voor die bands was de Voorten heel belangrijk om te kunnen doen wat ze wouden doen. Hè. Dirt had daar ook een tijdje veel op getreden. Wie? Dirt. Dat kan je. Ja. Sterk. Het Hey Thousand segment is zo wat besproken. We komen van Leed en Hyperfest. Op een gegeven moment moest de Voorten verhuizen van de Kiekenmarkt naar de Sint-Jacobstraat. Ik kan me al voorstellen dat dat niet van een leien dakje gelopen is. Werkte dat in het begin met, want het is een heel, de omvang van de venue was veel kleiner, toch? Hè? Het café was heel klein. Het was eerst al de zoektocht naar een gebouw. We zitten zo bijvoorbeeld recht tegenover de Lamotjes, een school, was er een pand. Want toen nog een voorzitter, en die wilde dat per se, maar dat was... onbetaalbaar bedrag. Is dat waar dat de dierenkliniek nu zit? Ja. Maar dat ging ook wel een zot pand geweest. Ik denk een zot pand, maar... Maar het was akkrot op dat moment. Ja, het was te veel kosten. Het was veel kosten. En voor hetgene dat maar tonnen waard was te veel. Maar tof dat er dan nu dieren geholpen worden. Hè? Ja. Bij de Wieltjesgracht dan ook nog. Dat fabriekspandje. Ja. Maar dat was idem dito verhaal, te veel kosten. En toen hebben we dat gevonden. Toen een jaar later zeker de aankoop pakte. In 2003. Het was wel zo. In 2000 hebben we de vlucht vooruitgenomen. En ik en Nutje hebben toen een subsidiedossier samengesteld voor een autonoom regionaal trefcentrum. Amai. Het was eigenlijk de bedoeling dat het op onze eerste plaats zou komen. Ja, dat is er niet van gekomen, maar dat op Kiekenmarkt, maar de eigenaar wou het niet aan een deftige, eerst niet verkopen en dan later niet aan een deftige prijs. Ja. En we konden iets vinden die het goedkoper was en die een beter staat. Zou het ideaal geweest zijn, moest er nu een nieuw gebouw gestaan midden in de uitgaansbuurt? Volgens mij ging dat strubbelingen met dat publiek. Dat was wel spannend, maar die uitgaansbuurt is nu geen uitgaansbuurt meer. Hè. Enigszins wel, toch? Nee, zijn er nog geen café over? Ja, dat is waar. Twee. Maar hoe draaien ze? Ja, twee jaar geleden was ik in het weekend niet slapen. Nu slaap ik met mijn rut op. Kunderbie. Dus nu wij nog de Riba en? En het genoegen, hè. Nou, dat ken ik zelfs niet. Het vroeger fenomeen. Ah, oké. Okay. Ja. Wel, dus om eens verder te praten. Ja. Dus uiteindelijk zijn we dan met dat subsidiedossier naar Bert Achot gegaan, die toen Vlaams minister van Cultuur was. Voor een muziekcentrum, een autonoom regionaal trefcentrum. Die stond daarvoor open.
van het een is het ander. En het was wel de bedoeling dat we eigenaar gingen worden van ons bouw. Dat we niet meer afhankelijk wilden zijn van een huisbaas. Mm-hmm. Want dat hebben we wel ondervonden. Als je, een eigen bouw is, dat is je onafhankelijkheid. Mm-hmm. Ja, tweede jaar in 2001, mei 2001 zijn we daar naartoe gegaan. Twee jaar later, in juni 2003, hebben we het oud gebouw gekocht. Het probleem is, 10 jaar later... Het oud gebouw als in waar het nu is, in de Sint-Jacobstraat. Ja, okay. Want er staat een nieuw op. Ja. 10 jaar later zijn er barsten beginnen te komen in dat gebouw. Mogelijk omdat er daar een ondergrondse parking en een novotel in de buurt werd gemaakt. Dus dat rondwater verplaatst zijn. Maar bewijs maar eens dat het daarvan was. Ja. En ook op oude fundamenten gebouwd na de oorlog. Oude fundamenten gebouwd, dat was een gebouw van 1921. Ja. Ieper is op leemgrond gebouwd en het waren nog oude funderingen. Ja. En ja, als dat water verplaatst, dan kwam er barst in en het stond eigenlijk op instorten. Ja. Dus we hadden de keuze renoveren of ergens anders naartoe. Als we het gingen, doordat het krant had gestaan dat er barst in waren, was de verkoopwaarde ervan gedaald. Dus we gingen nooit meer aan de deftige prijs kunnen verkopen en we gingen het ook nooit meer. Ja, zoals we gingen ergens in het hol van Pluto een krot moeten kopen met hetgeen we konden krijgen. Dus renoveren, dat ging ook heel veel kosten. En dan heb ik op een bepaald moment tegen de andere gezegd, ja, als ik dat kostenplaatje zo bekijk, kunnen we het even goed beter plat smijten en een goede fundering zetten, een modern gebouw en naar onze huidige behoeften erop zetten, waarbij we niet meer beperkt zijn door de oude indeling van het gebouw. En dan wilden ik en Nutje en Davy en Stef en Bart iets verder erover na te denken. Zat er ook al bij, Jan. Ja. Het staat nog eens aan een mapje in mijn inbox. Van, Bert, voor de verbouwing in 2010, toen ze me begonnen nadenken en discussiëren. En dat gebouw is eigenlijk door de vrijwilligers zelf bedacht. Met de hulp van een architect die wat technische ondersteuning gaf. Ja. Maar zelfs nog altijd met die DIY-mentaliteit is er maar heel weinig zelfstandigen heel weinig aannemer aan te pas gekomen. Ja. En dat is ook de periode dat ik heel actief was in de Forten, wat wij al niet zelf hebben gedaan. Dus we hebben een deel crowdfunding gedaan, een deel leningen gedaan, een deel subsidies. Hoe ging je om met het feit dat je moest subsidies aanvragen, Jan? Want de Forten is altijd autonoom geweest, onafhankelijk van alles, en plots moest er subsidies aanvragen. Wel, voor investeringssubsidies valt er nog iets te zeggen, omdat je daar uiteindelijk niet je onafhankelijkheid voor moet opgeven. Ja, dat was de voorwaarde. We moesten wel zelf baas zijn over ons gebouw. Ja, dus natuurlijk, je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar die waren niet onredelijk. Eigenlijk. Langs een andere kant, je moet ook weten, de Forten als organisatie betaalt ook belastingen en btw op haar verkopen van drank en op haar entrees. Dus in zekere zin is het iets dat we terugvragen van ons eigen belastingsgeld. De onafhankelijkheidsverklaring is er niet doorgekomen, dus. Want dat is ook nooit afgezegd. Ze is nog in behandeling. Die onafhankelijkheidsverklaring is nooit herroepen geweest. Is die ergens nog te vinden? Die is nog ergens te vinden. Ik heb die ergens wel zitten. Ja, misschien moet ik die keer online gooien voor de fun of it. Misschien heb ik ze wel bij. Ik ga eens kijken of ik ze vind. Anders ga ik... wacht, zie. Moet ik een keer aan Stef vragen anders. Fortenvis anno 89-90. Hadden er toen smartphones en internet bestaan? Dat ging een heel andere wereld. Het ging anders zijn, maar ja, dat is het beeld van de jeugd van toen. Hè. Toen had je een afspraak om 8 uur en je wachtte kaart. En iedereen had dat kaart achter de nacht. Het was niet van kon een sms'je of een chat zijn. We zijn verrust. Ja, je wou dat. Maar ook naar werking toe. Ja, je zag elkaar in het weekend. Ik niet bellen, maar een telefooncel. Maar het heel dringend was, want Neft was student. Je besprak elkaar ieder weekend. Van, als we weer al hebben trainen, wie gaat er toe doen, wie gaat er entree doen.
Wie had er geluid toe? Was soms op een vergadering besproken. Want ik weet het, ik heb leren dat naar Johan. Mm-hmm. Ook fouten verwisselen. Ja, heb je eens de huizenflesje leeg en dat dan niet getoogd. Ja, je zoekt zelf het tot hij het vindt. Toen kom je zeker een natte de kelder. Ja, 10 jaar later. Ja, ik toog naar een gast. Ze kwam er ook zeker naar een kelder. Dank u, Stef. Ja, die toog het voor. Maar ik toen kreeg je... Oei, ik heb hier een smartphone. Ah, ba- Stef, de hal is leeg. Ja, wat moet ik doen? Dat werkt hier niet. En nu is het verleden, dat is videocall als ze zo doen. Maar aan een andere kant, aan een andere kant, als je internet en een smartphone hebt om optredens te organiseren... Het ging makkelijker zijn, hè, jood. Ja. Dus, de tin veranderen ze. Is dat voor een, ik ga nooit zeggen, dit is beter of slechter. Dit is anders. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat ze... ik heb het zelf meegemaakt, ik heb ook zonder smartphone. Ja. Ik zei, alles heb ik al goed, zonder smartphone. Wat je veel meer het moment zat, op het train zelf, als je veel meer het moment, hoe dingen organiseert, zit je veel verder vooruit te pijzen, hoe dat je ons moet regelen, want het is echt... Het worden er twee. Ja, communicatie, dat ging via... Nog bij flyers, die werden met postzegels verzonden. En het weinige contact was telefoonverkeer. Een telefoonverkeer. De fax. Faxen was iets moderns dan. Ah, ja. Kan je dat de fax doen dan? Er werd nog niet gewerkt met Photoshop en beeldbewerkingsprogramma. Dus ze maakten zelf hun affiches met collages van krantenknipsels en zo. Maar ik weet niet, een van de eerste was... plakwerk. Steve, strijdkerel, die een bieper had. Wow, ook dat, en zeker in Vorden, die high-tech en zo, ja, dat kost enorm veel geld in een smartphone. Nee, Steve Lamartine. Ja? Dat is Steve Noyelle kunnen geweest. Dat kan Steve Noyelle zijn, want dat is Steve Lamartine. Een isolage tijdens concerten, dat waren matrassen dat we tegen de Rutten deden. Krantenartikel, matrassen tegen de vensters om concertmuziek te dempen. En dat was genoeg om een krantenartikel aan te wegen. Ja, een dikke matras tegen de enkele ruiten. Ja, dat in Taas deden dat ook met tapijt. Nee. Ja. Dat ook zelf gefakkeld. Maar dat was een nozel. We waren al aan het verhuizen, we waren dat onder de deur aan het organiseren. Hij was nog elektriek aan het leggen. Ja, maar we waren een beetje tiddy, we waren nog onder route. De vijf was al bezig, hij zei er was nog het licht aan het hangen. Ja, als dat zo geweest was, aan dat toe kwam, we waren ook in Noord aan toe, in het huidige gebouw, maar de eerste keer. Jan was ook nog bezig om de elektriek het laatste te doen, want ik weet dat ik nog vroeg nog niet. Karel. Willemijns. Ja, dat kan. Karel, heb ik een suikertje? Karel Willemijns kwam effectief met een suikertje. En niet als kluit bedoelen, die ook bedoelen, of die maas. En hij had een elektrisch connector. Ik had een luisterklem bedoelen in het mooie Nederlands. En een maand later toch men zoals een visaquarium en zeggen dat zijn broer kwaad is dat mee. Maar zijn boer zat wel in de elektriek. Hoe kan dat woord van Stef boven zijn visaquarium daaien? Ja, gevonden. De onafhankelijkheidsverklaring van de Republiek voor Thomas. Is dat 1 A4 of is dat recht te 1 A4, dat is 1 A4, ja. Bert, is dat vlot een lezer, hè? Echt een vlot lezer? Nee. Wie is er de vlotste lezer? Ik wil nu wel dat dat Doran, wordt voorgelezen. Doran. Ah ja, Doran. Het is te lang. Beknopt. Ja, dus eigenlijk kwam erop neer dat we eigenlijk onze zaal van was van Boetros, van Schali, zeker? Nee, dat was nog iets anders. We gingen wat overwogen om ook onze aanvraag te doen bij de Verenigde Naties als lidstaat, maar dat is er nooit van gekomen. Well, voor de fans, ik ga dat proberen. Ik ga ze straks fotograferen en... over dit, terwijl dus, ik dit nu aan het vertellen ben, ga ik dat erop zetten op de YouTube. Dus op de YouTube ga je ze normaal kunnen lezen dan. Ja, dus ik ga dat dan iets inscannen. Ook ga ze fotograferen, Jan. Kan ook. Maar komt er eigenlijk op neer dat wij onszelf als een apart volk beschouwden.
dat we onszelf onafhankelijk verklaarden en dat al onze medewerkers diplomatieke onschendbaarheid hadden. daar kwam het erbij. Dat zijn sporkeren zo geweest in de beginjaren, maar opeens een politieverbod, maar wel nog terecht voor vergadering. Dus het was ieder weekend, het was vrij en maand. Het was ieder weekend vergadering. Het was ieder weekend en met keisjes, het was toch nog een biljart. En heb je gezegd, de flink. Een tweede weekend worden, maar soms wel dat, had dat verleden en ups en downs. Wat ging op trainen was, zat je met drie mannen en paardenkop. Mm-hmm. Toen heb je eens van, hé, wanneer meer volk aan me gesloten zijn, wat illegaal is. Maar er is ook ooit een razzia gebeurd toen het café gesloten was. Dus ze hebben twee keer een razzia gedaan tijdens een concert. De eerste keer, dat was toen er veel Hollandse krakers waren, die gewoon waren op de Nederlandse oproerpolitiewet. Ja, dat is daar serieus uit de hand lopen. Ze namen die mee naar de Rijkswachtkazerne. Blijkbaar hebben ze daar de halve Rijkswachtkazerne afgebroken. De tweede keer dat ze kwamen, vonden ze ook niet zo, maar... Het was één die op het gedacht gekomen was. Ah ja, de politie vroeg zijn identiteitkaart. Ja, je mag het zien, dan kan je het een keer geven. En dat is van min, dat is mijn eigen, je wilt zien. Dus moesten al die punks daar, ze één voor één, al die punks daar in de kabinetje. Dat kabinetje waggelde wat. Ze hebben niks gevonden, die moesten gefrustreerd afdruipen. Het was wel één flik die tegen een Poolse bezoeker zei, ja, het ijzeren gordijn was pas gevallen. Maar ze zouden het ijzeren gordijn drie keer hoger moeten opnieuw op te trekken. Oei. En die Poolse bezoeker, die eigenlijk blij was dat hij eindelijk naar het west kon reizen, was er wel gechoqueerd. Ja, maar het mooiste was al de derde keer, het was dan ook weer een razzia. Maar... ik had die nog besteld. En hij was vroeg gesloten. Het was geen katten. Dus als ze oftewel ging binnenvallen, ging ze... Mee, en misschien Barino. Ja. Ze zijn een kilo tabak gevonden. Ja, dus ze stonden daar met een botslegertje voor een gesloten deur. En ik kan niet gaan drinken, dan joggen ze. Dat hebben ze dan maar in de fancy bar recht over in de razzia, dat waar alle vieze papa van de stad Dieper zat. En daar lag de vloer vol van illegale mensen. Sindsdien hebben ze ons nooit meer lastig gevallen. Ik herinner me toch één avond. Ja, dus, ik herinner me toch één avond. De nacht van de nachtcombies. Het cijfer veranderde altijd. Het zijn er geen 7, het zijn er geen 8, het zijn er geen 9. Toen de nacht van de combies. Toen meer vele nuchter. Wat was dat Jeroen een bepaald muziekje hebt gereden? Ja, ik was er die avond. En ik was trainer, dus nuchter. Ik was waarschijnlijk die in de hand de enigste. Maar ik herinner me het als volgt. Ahatokles moest spelen met Nagan de Vernuchtung. Ja, klopt. En nog een band. En dat was een benefit voor Freedom in Fire. Dat was een Leuvens collectief, ja. Dacht ik. En Ahatokles had een versterker omgetrokken. En die was kapot. En ze moesten een nieuwe gaan halen, ergens in de streek. En het was 2 uur of... 1 uur 30, 2 uur, en dan had ook les moesten in een set nog afwerken. Mm-hmm. En het was serieus uit de hand gelopen. Het was al heel laat en toen moest een afterparty nog beginnen. Voilà. Ja. En iedereen was zat. Geluidsoverlast. En toen stekken er 8 combis blijkbaar toe. Maar eerst één, nee. Ja, één, ja. En 2 keer 2 waarschuwingen van, zeg, kan er niet stijlder. Ja, en daarachter, ja, ben hier al geweest, kan er echt niet stijlder. Oeh, geweest, Aletta. Plots, ja, hè, Jeroen en Sander beginnen te draaien. Ze steken het op elkaar, maar ik kan ook niet zeggen wie dat was. De politie komt de laatste keer binnen met 2 gewoon, die 1 combi's van iemand. Ja, leg kopje erop, kom, leg kopje erop. En dat café stampvol met zatte punks en zatte crusts begon kopje ermee te zingen. En die man een versterking opgeroepen, maar toen zijn er 8 combi's toegekomen voor het boeltje wat op een laag pitje te zetten. Zingen ze dan al naar Rusland, maar ze sliepen nog niet gewoon. Kom, iedereen aan buiten. Jeroen stond er achter de bar, hij wou niet buiten. Wat ook logisch was, hij is bestuurslid, hij mocht in het gebouw blijven. Oké, blijf dan binnen, iedereen buiten. Kom, al naar huis. Ja, maar de meeste, ja, wij kunnen niet naar huis. Ja. Ja, ja. We zijn met een trein gekomen, wij komen van Leuven.
Ja, we hebben... Je slaapt hier dan. Ja, we gaan hier toe naar binnen. Ah ja. En al de rest. Ja, we slapen hier ook. Ah ja. Mm-hmm. Ja. Telefoon aan de burgemeester. Je moet zo maar alweer naar binnen. Ziet dat ze nipper op de straat. Ja, maar ja, ik denk dat ze ja. En met de gewoon, ja, een beetje stilder, maar gewoon verder gefeest. Het was 5 of 6 zeker. Ja, misschien. Ja, maar we hadden wel te achterop met de burgemeester moeten. Ja, maar niet eruit. Jij meldt, je verstond hem dan wel dat een keer kan uit de hand lopen. Maar dat is wel een van de redenen geweest waarom het dan ook gepijst in van deftige slaapgelegenheid. Ik herinner me een controle van de brandveiligheid dezelfde week. Het zou kunnen, ja. Omdat er daar mensen sliepen en dat was onverantwoord, want er was geen vergunning voor. Dat hij mede voor een soort dan kon zijn pijnen. Oké, wat willen we hier eigenlijk in een nieuw pand? Ja. In dezelfde serie heb ik een accidentje met jou. Ja. Ik weet het al. Maar dat nieuwe pand is een ferme verbetering tegenover wat dat vroeger was. Chance. In het oud pand stond er... Gozen flesje. Ja. En Stijn kende iemand... Dit verhaal is nog niet een record. En Stijn kende iemand die die gozen flesjes kuststuk zijn. Dat moet je weghitten voor. 9 stuks. 9 stuks. Dat is een auto, of is moeders auto. Voor het feest 1990. Is een moeders auto. En de win. En de jongen. Mijn eerste. En we gaan nog gaan drinken aan de overkant. En iced tea. En heb je die telefoon gerikkeld van Stijn. Ik ga hem nog een ijs zitten. Nee, ga niet direct kom. En ik heb heel tjaffel mee. Dag meneer van Brabant, politie Ipper. Ja, wat gaat dat te betekenen? Je nummerplot is toch 787 BUU? Jood. Ja, wat gaat dat te betekenen? Zou je onmiddellijk naar je auto willen gaan? Ja, kijk, we zitten hier in de... Zie jij je auto? Jok. Ja, blijkbaar had ik mijn auto geparkeerd voor Novotel aan de voordeur. Met 9 gasflessen, 2 op de voorzetel, 2 in de koffer, 5 op de achterzetels. Een oldtimer van... Ja, oldtimer, ja. Het was in theorie een oldtimer, ja. Een noodwrak van het jaar 90. Plein vol met gasflessen voor de deur van Novotel. En blijkbaar sliep de Canadese regering in de fort voor de 11 november viering. En ik had al gezegd... Ik werd betecht van een bomaanslag. En ik had al gezegd van... Tappertang, bij een geslaagde actie. Dus waarschijnlijk niet iemand zo dicht geraakt van een sluis over, een steun, bom, wat enkel. Ik zie nog die zo... Ja, doe ik een koffer open, meneer? En die Netflix... Zoals 2 stappen achteruit. Lekker had geen kaart, dat moet naar. Ja, dat ontploft gewoon molen weg. Ja, oké. Drek moet wegvoeren. Ja. Oh, dat was een toffe dag. Nooit niks van gekomen. Ik heb nog gebeld, niks van gekomen. Kijk, zei. Ik heb ondertussen eens wat oude affiches. Dat was nog voor het tijdperk van Photoshop en dergelijke. Plakletters. Er werd heel veel geplakt en zelf getekend. En dan erover op geschilderd. Uh-huh. Dat heb ik nog zelf geschilderd. Uh-huh. Dus het is artwork van, als ik me niet vergis, van David Stubbe. En om er wat kleur te geven, heb ik er dan zelf alle 50 affiches geschilderd. Er staat ook nog wel humor in, hè? Ja, er staat heel veel humor in. Er grapjes opgeschreven. Ja, het is... ik ga even een andere... Ik vond de stubben zijn nog awesome. De stubben zijn goede humor, hè? Als die podcast er aan like komt, er zitten veel goede anekdotes van de stubben. Dat is ook nog eentje die door Dieter Roestraat of David Stubbe gemaakt. Cowboy Henk. Ik denk dat... En hier met Garfield. Ja, Cowboy Henk op Twissie. Ik denk dat het van Dieter Roestraat is of van David Stubbe, dat weet ik nu niet meer zeker. Hardcore en... Dingen zat zo vroeger in de hardcore. De pianist van Cowboy Ho. Kan me goed herzelen. Herzelen, komt hij de hardcore zien? Mm-hmm. Ik heb hem ooit weten presenteren op Vele Rock Oostende. Die had toen Sodom ingeleid. En Destruction. Mooi. Het huisorkest. Affiche van het Tweede Leed Festival. Scraps. See in Red. Ja, dat is een. Dat is zo wat een Hans Verbeek affiche. Ja, dus er werd nog veel met de hand gedaan. Mooi. En eigenlijk
Ze waren op een andere manier creatief. Het werd veel meer met de hand gedaan. Ja, Drift is ook een band waar hij Joost in verzeild was, dacht ik. Ja, dat... Heel cool. Ik denk dat dat van het jaar 90 is. Ah, dat, die is hier door Dieter Roestraat gemaakt. Dat was toen een medewerker van de Vorfest. En extreme die is nu, luister, als ik me niet vergis, supposed in het museum in Chicago. 200 frank voor dat extreme is een euro in een café. Oh, fucking hell. Hoe vonden al die bands de vorm? Van 1 november 1990. Maar ja, ik hoor gewoon kent, hè. Er kent toch niemand iemand persoonlijk in Extreme Noise Terror? Dat zou wel. Een mooi netwerk komt de grodder. Amai. Heb je eens gekend? Daar, ja. Je lokale, en je gaat buiten je lokale, en je kent meer en meer volk. Huh? Zelfs na, dezelfde avond andere artwork. Maar dat is toen ook omdat Bruno met Janet Records zoveel connecties had dan. Ja, maar Bruno was boeker, dacht ik. Was even, ja. Dat was voor een poesieavond. We hebben ook nog een ander festival gehad. Dat Grind Festival. Oh, wacht ik, hè. Dat was... Ben wat die organisator was. Had dat niet deuren gaan in de expohal van Ieper? Ja. En die van Frederik Dries, maar noemde dat weer... Dat weet ik niet meer. Dat was ook een metal festival. Frederik Dries. Hij heet een 8000 affiche. Nations on Fire, The Scraps. Cry for Change, Private Jesus Detector. Nations on Fire. Ja, Caesar's Suffocation Festival noemde dat. Koning had ook nog een festival gehad, mocht ze de namen daar ook van vergeten. Kijk, ik heb ook nog zoveel van die eenmalige editiefestivals. Ja. Massacres. De Massacres. En 6 april 1 worden we er een van de eerste voor een foute party, Tom. Een bloot eilandmatje. De vijf eilandmatje. Dat eilandmatje is er ook naar verhaal. Er kwam dan in de tijd een dronkoor te veel. Jos zei, eilandmatje. En op deur heel de vest zei, eilandmatje. Een TD, een blote vijf, eilandmatje. 6 april 1 En dat foto van Dieter Roelstraat. Wat had je toen door de Revax? Dus ook als al een foute parties worden voor Vissa voorloper. Kijk, anders, dat is even... Nozio. Computerprinterpapier. Ene die nog een last-minute affiche. Voor een last-minute nausea en chronic disease. Ja, zo last minute kan het ook niet meer georganiseerd geweest. Ja, wat hij toch, like Tom Bordeaux had er ook nog een keer last minute. Ja, en Disney heb je erin en het was met een grote hardcore band. Zeker? Ja, ik zei nog een last minute optreden. Ik weet het niet meer. Dat was inderdaad, ja, dat gebeurde is. En of zo, shows die je kent. Dat was hier een straight edge optreden. Oh. Wat eigenlijk. Dat was hier een straight edge optreden. Majority of One. Exhaustless Revolt, Touch My Heart Crew. Dat was dus een collectief dan die organiseerde band. Ja, dat was het. Die naam keert wel dikwijls terug. Dat waren een paar straight edgers die zo'n dat ding naar hem. Hier een van de eerste educatieve activiteiten van de Vorfest. Dat was de... Oké, Joost zat er. De 18e mei van het jaar 91. Waarheid en onwaarheid, op het randje van de waanzin. Dat was een kunstwerkje van David Stubbins. Heel cool gedaan wel, hè? Ja. Het, heel expliciet. Ja. Het er ook nog eigenlijk, vandaag zullen we dat fake news noemen. Dus in 91 werd er daar in de Vorfest al overgesproken. Ik kan er al het video over spreken. Het jaar 1 heeft lang voordat ze klapte van fake news. De wereld zit vol leugens. Rudy Six had daar ook zeker een voordracht over. Over exobiologie. Dat was tegenwoordig astrobiologie, omdat het was over buitenaards leven. Maar het was heel chef van de Genevers dat gedronken had. Ah, dat is ook een leuke anekdote. Want, wie was alweer die broer? Wanneer die chemie studeerde, dat was strijders.
En ik brouwde frutgenever van Vort, maar hij wist nooit na de mat nooit een alcohol gehad. Dus niet eerlijk, ik dronk je lekker frutsap. En dan was later een oventje lever en dan van... Ja, en een rook er gewoon aan. Hier nog een affiche van jou uit eigen tuin, Bert. Ah, maar Kostes, dat was ook een soort vrouwtje G.G. Allen. Die dan een podium met een camembert en een kieken. Met een kieken en een camembert. Dat zat de sun. Ja. Amai. Dat was wel een dikke, dat was een soort... Het waren vele, want het waren ook vele strijders en die waren gechoqueerd tot en met. En netjes toch voor de Rutte vol te maken, dat zijn dat volgende niet zie. En als ze helpt voor aan de vraag, dan Bruno. Ik moest dat regelen via zijn Filipijnschen manager. Alright, dat is een goede affiche. Die affiche staat in het hele boek ook. The Nations on Fire werden dan de scraps. Maar hij had ook les, Spirit of Youth, Cry for Change. Dat was een legendarische avond ook, als ik de verhaal mag geloven. Ja, dat kan best zijn. Om te zeggen, in voor het zondagsvolk, Doran had ook een leuke anekdote toen je mama binnenkwam in de Vort. Nee? Ah, ja. En dat Quinten van Quinten Rogiers van Vettige Canari en zijn bloeten zat te drum op wc-potten. Ah ja, juist. Ja. Oké. Okay. Ja. Ze is geboeid blijven kijken. Daar de Leedfestival. Leedfestival. Ah, ja. En die beelden staan ook online hier. Een kort documentairetje van de Vort. Dat was een andere naam. En Greenhorse, dat was een plaatselijke folkband. A Disorder, Disorder, dat was een Britse punkband. Tamelijk bekend. Allianz, dat was een punk, reggae punkband. Het Pont. Santé, kat. Yo, santé. Ah, die trotten, dat staat hier niet op. Wat kan je dat apart langs de affiche zien? Hier. Ah ja. Nu, het is de... Ah ja, die trottel. Die trottel. Shortside. Punkband. Shortside. Huh? Als eerste band op dat affiche. 12 oktober 91. Shortside was echt wel vroeg aan. Ja. Huh? Er komt nog een aflevering over Shortside, dus ik ga wel die affiche er aan halen. Hier, een vrij podium. In november 1990. Hier dat ook met de pauze, ja. Nee, dat was David Stubbe die dat gemaakt had. Hè. Ja. Machtig. Nu, dan kunnen we nog een keer. Dan moet een aparte podcast. Ja, ook, juist voor Jan. Dat was hier, de drummer van Chronic Disease, dat is een sling. Dat, ik geloof dat die net was drummer is bij Soulwax. Bij Soulwax, ja. Dan was hij begonnen als drummer van een hardcore band, Chronic Disease. Die woonde je daar ook ver in de vest. Ja, maar. Ja, cool. Bert, om nog een keer met wat de Vorten niet verteld met de business. Wat had er juist gebeurd met de business in de Vorten? Vorten werd veel met gasten die zelf een reptrains organiseren. Mm-hmm. En dat was toch Bert van de Oren, die ignoort die de business. Ja, of de business al vroeg van kun je een reptrain organiseren. En de business is een oi band. Ja. Een niet politiek getinte oi band. Weer aan dat beeld van tevoren. Ja, ja. Maar blijkbaar trekt dat zowel als linksje als rechtse skins aan. Uh-huh. En de linkse skins aan, het wordt van de Vorten net van Wider. Rechts komt hier niet binnen. Dus ja, eigenlijk is er een samen georganiseerd en gemaakt dat er rechtstreeks binnenkomt die dag. En je had een spandoek gemaakt, de grootte van de hevel? Ik kan dat niet gemaakt, zelf mee, ik heb dat lang mee. No pas eraan. Ja, voldoende van inderdaad. Dat kan hier niet. Dat kan niet. En verjaagd geweest ook met kasseitsteen, nee? Oh ja, dat of bouwmateriaal van de werf ernaast. Ik weet dat ik een paar keer in mijn honen. Benefit voor een natuurgebied en de Spaans-Portugese grens met de Greenhorns. En nadien een volkavond. De Greenhorns, dat is een lokale folkband.
De Karel van Zut. Nee, het was de Karel van Zut. Ja, we noemden die Alex. Het was zeker een Alex. Hier, nog een strijdertje actrice. Weer in Nations on Fire. Die man heeft echt wel de vorten plat gespeeld. Hè? Ja. Het had ook een huisband geweest hè, voor een andere periode. Hier MDC had ook nog opgetreden in Vortenfest. Millions of Dead Cops. Ja. Millions of Dead Cops. Te horen met Tribe 8. Maar dat wel verkeerd geschreven. Tribe 8. Ja, die die dat fiche maakte had verkeerd verstaan. En zo. En dan Tribe 8 dat had ik verkeerd verstaan. Pijn dat zulke zin dat David gemaakt heeft. Die had pijn aan me de poster best geloten voor wat het is. Want het maar die wel. Deze affiche van Hyperfest houden van hardcore 2-9. Hyperfest. Ja, de 2-9 eerste... was het magisch jaar, omdat het, het was Europa 2-9. Het was nog veel dingen rond te doen en zo. Huh? Ja, dus we hebben vaak het hardcore 2-9 van gemaakt. Hoorlijk, hè? Stonden er de bands op, Jan? Wacht, ik heb hè. Wat staan de bands hier? Exit 41, Spirit of Youth. Wat ook een fotootje trekken. Strong trak. Event, Feeding the Fire, Nations of Fire, Blindfold, Shortside, Abolition, ja. Ironside, de gehele no more. Ironside ook. Oh my. Ja. De gehele 8000 crew eigenlijk. Ja. There is no way of your line-up. Ah, cool. Ja, en die is georganiseerd in Good Life. Here are the rules. Violence, violence dancing, drugs will not be tolerated. Ja, dat is nu beter dat een affiche toch. If you come to fuck it up, be sure to return home in a plastic bag. But violence is not tolerated. Max. Maar well, ja, look. Twee keer naar hoe accident dat. Zonder ik... Het was toch nog een viswinkel in de Butterstraten. En het andere rapport. In de Boterstraat, Stef. De Butterstraten. Butterstraten voor Dipperling. Je moet maar vertalen naar A1. Boterstraat. Dat had niet eruit gesmeden. Maar ze wisten niet dat er een festival bezig was. Ah. Heb je eerst onder zo'n 500 kerels binnen. De Japanner. Heb je dat ook een Vlaming? Was weet die als een binnen is? Is dat toen dat er een crowd door, was met het volk van de vismarkt? Ja. Dat was een Japanner. Ja. Dat van alles een vloog. Ja. Dat is toch niet met. En ook kwam alles neer. Met. Ja. Ze waren, en het waren 20 heethoven van de andere kant, of 50. Wat te weinig. Ik vond van 30 zat die deuren eruit. Dat er 150, 200 man binnen zat. Meer. Tot al 400 in West. Met Archangel en zo? Toch, ik weet niet, ik heb dat 1 of 2 keer in West. Maar we moesten wel alles hebben kussen van de politie. Hij zit er niet. De slechte naam, hè. Ja. Nog eentje. Drift. Wauw, weer een goede artwork. Hier de... Hoppa, je had de laatste nog zien. Ik pijs dat... Ik geloof dat dat de eerste onderdeuren waren. De eerste tot plannetje, waar je naartoe moest te gaan. En bij de Rijkswacht stond er... Rijkswacht, hier moet u dus niet zijn. Vest... Vortenfest, hier is het te doen. Max? Dus echt, hier moet je dus niet zijn. Die heb ik gemaakt. Proficiat. Doran, ik weet niet, we zitten al aan een redelijk aantal minuten met boven. Deze technoparty en Nipper was ook in de vorm. Op haar noede gazette. Ja. Techno rave. Ja. Feesten. Het 92. De medewerker ook wel wet dat hij begint over het... Ah, Jan begint over de historie. Well, het zijn er ook verhalen achter, hè. Oké, maar misschien een beetje om af te ronden. Heb je er een tip voor de nieuwe lichting? Wat zou je ze meegeven? Goh. Zo diepe pezen, Stef. Ja. Pace up.
Just opletten van de micro bij Jan, dat er iedere keer gestukt is dat hij klikkend... Pijs op verleden. En in de norm naar waarde dat we hadden, voor het nooit had. Of het. Wat doe je ook je ding en mag het ook leuten. We gaan hier nu vanavond een stuk over norm naar waarde had. Ik vind leuten is ook een belangrijke. Daarom moet ik kippenvest eigenlijk wel los van de max van best dat heb trains, maar ook een more than music podium. Waar je niemand moet verplichten van naartoe te gaan, maar de meerwaarde zoeker kunt er wel naartoe gaan. Je kunt er wel zien, lezen in zetels, lusten naar de lezing ja, over veganisme. En soms kan je totaal losgaan op foute muziek. Vroeger was het disco, toen met de andere foute muziek kwam. Maar dat vond ik wel een goede combinatie van eigenlijk van zowel leuk te maken, ergens je normen en waarden en alles een beetje topen. En die mix moet je proberen te behouden, denk ik. Bert, wat zou je hier meegeven, de nieuwe... Ja. De volgende lichting voor de vissers. Laat je inspireren door de toffe dingen die er dan gebeuren. Voor zelf een toffe dingen te doen, jezelf te organiseren, hoe je bepaalde dingen her en doet. Ja, doe dat maar zelf, een smutje in er maar. Dat uiteindelijk alles kan, niks moet is uiteindelijk. He. Heel het gebouw is te gebruiken. He. En voilà, het is eigenlijk kamer... een vrije ruimte voor al te doen wat je wilt. Natuurlijk, respect voor elkaar is het ding. En de waarden en normen. Ja, kijk, ja. En organiseer je dat. En toe uitwokken zo aan de wereld, dat vind ik eigenlijk belangrijk ook. Vind ik aan de wereld dat je dingen kunt organiseren en dat niet als dat er onthaald moet draaien. Dat je eigenlijk gewoon dingen kunt doen puur voor de fun, voor je waarden, voor dit, voor dat. Allee. Je kunt halen zo niet meer negeren in de maatschappij van vandaag. Maar zo eigenlijk geen motivatie met hun zin voor dingen te organiseren. En dat is wat de voort doet, is die DIY faciliteren. Dus ja, toffe mensen organiseren toffe dingen en inspireren de andere mensen om ook toffe dingen te organiseren. Voilà. Dat is, Jan, is er nou tot dat je wil meegeven? De tijden veranderen, de technologie. Met de technologie die ze vandaag hebben, konden we... In 35 jaar geleden alleen maar van dromen. Hadden we die middelen toen gehad, dan gingen we daar heel veel mee kunnen gedaan hebben. Ik zou zeggen, evolueer mee met je tijd, maar blijf wel streven naar hetzelfde bij Check is Recht van individuen, groepen en gemeenschappen. Want dat is een beetje het basisidee van de Vorvis. Er komen moeilijke tijden aan. Autoritaire regimes en populisten die komen op, die willen de vrijheid van het individu terug beperken. Zet je schrap en organiseer jezelf. Maak er het beste van. Dat we allemaal beseffen dat de vorm nog heel belangrijk wordt. Het klimaat warmt op. Overal... komen autoritaire regimes op en worden de rechten van individuen teruggeschroefd. Je had ooit een mooie quote over visjes laten zwemmen? Wat was dat weer? Het kwam erop neer, laat je inspireren. Wees niet tevreden met wat wij doen, maar ga terug naar je eigen plaats waar je heen komt. Doe daar ook je eigen ding en let 1000 fishes swim over the world. En onder andere het Flufffest van in Tsjechië is iets dat voortgesproken is uit Iperfest. Dat waren ooit mensen die eigenlijk in ruil voor in de keuken waren of op te ruimen of te helpen opslaan. Gratis entree kregen. En voor Oost-Europeanen waren onze prijzen toen onbetaalbaar. En omdat ze toch konden gaan, gaven we hen de kans om als vrijwilliger dan voor niks met aan als ze hielpen opruimen, hielpen koken en zo. En die Tsjechen hebben toen gezien hoe wij het deden, die zijn daardoor geïnspireerd geweest. En die hebben nu hun eigen
nakomeling van Iperfest daar in Oost-Europa. Mm-hmm. Dus Fluffest is een visje dat vanuit Iper naar daar gezwommen is. Ja, ja, en dat gegroeid is. En dat gegroeid is. Zelfs groter is dan Iperfest tegenwoordig. Mooi. Hebben we er zijn maar de banden nog hun gaan halen, oké. Okay. Ja, ik ben daar ook één keer in 2004 geweest. Ja. Gaat nog door? Pijs dat gedaan is, komt niet. Nou, zijn ze ermee gestopt? Vorig jaar, dat ze ermee stopten. En waarom zijn ze ermee gestopt? Geen idee, geen idee. Ja. Want er ook nog, leef men dat. Ja, ik had dat beest. Wie? Leef men. Een van de gasten die komt naar. Ja, een Pool. Tijdens de opbouw. Ja, beter hier een beetje van dat was dat toch, Ron? Dat is een anekdote. En wat voor je? Leefman zat op een Neuroline-bus. Zag dat niet zitten voor op simpele parkings te moeten naar de wc gaan. Had een hele tabletten pilletjes gepakt tegen de... Een hele tablet Imodium. Ja. Ja, dus had totaal geen scheiterij. Twee dagen later... Had totaal geen spacevertering ook. Twee dagen later hadden dat het mee op te bouwen, want het was een kwestie enkel Pools en Russisch. Mm-hmm. Het was een van zijn vriendin die ook mee was, die Engels studeerde. Die kon goed Engels. Ik scheld ermee. Zo van, ja, dat kramp, mooi woord, we zeggen. Ja. Zo van, ja, net hadden we dat. Ah, oei, won ik een baan om de dokter. Direct naar de spoeds. Maar met niemand mee naar het operatiekwartier. Dus die jongen wist niet wat er gebeurde. Ze hebben in tingels en de tippers proberen te leggen aan iemand dat niet verstond wat er gebeurde, dat ze gingen lavement tegen. Arme. En net toen nog twee jaren kwam of iets, en ze roept nou een verstochtie. En was technisch zeer handig. We vertoogden weer het wat en was de tent opgezet of lampen nog. Nee, hij heeft zijn beste, maar zijn binomen was gemaakt weer voor die x-aantal jaren. Op deze noot zou ik afronden. Jan, Stef, Bert, hartelijk dank om af te komen. En jullie rijke verhalen te vertellen en de rijke wijsheden. Bedankt om mijn leven mateloos te beïnvloeden. Bedankt dat je de Fortenvis op mijn schouder kon tatoeëren. Als eeuwig aandenken aan mijn tweede thuis. Bedankt. Tot de volgende Sound of the Attic podcast. Ciao. Hey jij daar. De gasten van vandaag hadden nog een mooie prijsvraag, maar die zijn we jammer genoeg vergeten te stellen. Ik stel hem dus nu gewoon zelf. Wanneer was de officiële opening van Fortenvis? Datum en jaartal alsjeblieft. Wie de juiste G1000 lectuur bezit, kan dit heel makkelijk terugvinden. Laat gerust je antwoord achter in de comments op YouTube. De prijs bedraagt een weekendticket voor Fortenvisfest 2024, dat doorgaat op 17 en 18 mei, in de Fortenvis te Ieper. Op de line-up pronken onder meer Vitamin X, Disaffect, Scraps, Rotten Sound, Cress, Travolta en nog veel meer coole underground bands. Succes, en we zien je daar toch sowieso. Dit was Sound of the Attic. Ik release met regelmaat om de twee weken een podcast op Underground Dunderdag. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten en plaats vooral tips en vragen in de YouTube comments of stuur naar de Instagram pagina Sound of the Attic zonder spaties. Tot binnen twee weken wanneer mijn volgende gasten zich in mijn zetel gooien. Like en share. Ciao!